verstaan. Weet je? Is er iemand die me kan uitleggen waarom we taart krijgen? Wat de fuck valt er te vieren? Kan je lachen? Er is iets dat me raakt. Ik ben boos, ik wil vloeken en tieren. Ik ben zoon. Een kind van mijn moeder. Zoals letterlijk iedereen. 16 dagen actie, dat voelt als een kiezelsteen. En ik bedoel het niet gemeen. Maar van zo'n diep probleem verandert mijn humeur en voel ik me bijna schizofreen. 1 op de 3 gevallen waarvan het bekend is. Maar we hebben geen getallen van een ieder die haar stem mist. En dat is meer dan die mening van me. Geef die mannen een levenslange, dat maakt rechters deels ook medestander. En nee, ik kan niet lachen. En nee, ik ben niet goedgezind. Ik ben een zoon, ik ben een man. Ik ben een alleenstaande moederskind. En die zoon die heeft een stem. En die is gelukkig amicaal. Heeft dingen moeten zien, ook bij mama, maar negeert het allemaal. Waait over als een storm of in andere vorm, want wij bepalen de norm en dit is niet normaal. Ik schaam me om man te zijn. En omdat er geen mannen zijn. Ik zie er hier en daar een paar en precies dat vind ik ook belangrijk. We maken een kleine acceleratie en daarvoor maak ik me hard. Geef ruimte of spatie aan jezelf, want je mag. Je verdient het. Je bent vrouw, je bent schepper. En precies daar ligt de kracht. Intimidatie is allemaal door ons bedacht. Allemaal door ons bedacht. Geslagen, genederd, vernederd, verminkt of verkracht. Dagen en weken ligt het niet in je macht. En ik neem geen blad voor de mond, ik heb mijn hart op mijn tong. En die tong ligt in een mond die gelukkig best wel groot is. En met diezelfde mond wil ik graag schreeuwen dat er nog hoop is. Maar soms is er geen hoop en dan voelt alles bedrukt. Voel je je slecht en ben je boos of bang voor oom Huppel de Pup? Ik lees dit, ik spreek dit, ook voor als het even niet mee zit. Kom, laten we gaan borrelen en dan doen we alsof het feest is. Dankjewel.